Er is momenteel niemand in het zwembad, dus we hebben het zwembad voor onze leeg. Ja! Goedemorgen, wat staat er hier weer al? Ja. Ik vind dat heel interessant, al die drankjes. Hè. Ze hebben appelsapje, dat is al een heel speciale winterappelsap die ze hebben. Ja, met je gember. Met een gember erbij en dan hier sinaasappel. Mogelijkheid tot caravatje in de ochtend. Hey. Ja, het beleg, hè, dat is uniek. Hè. Ieder hotel heeft zo'n uitgebreid belegbuffet. Nou, lekker kijken. En dat is allemaal heel lekker vlees. Verder, ja, die kaas ook. Hè. Ja. Kijk. En om voor het brood toch maar te zijn, is u zoveel. Ja, pistool is. En het handige is, je kan zo'n mandje pakken. Dan kan je mandje vullen. Kijk, zo. Heb je ook zo'n pistoletje? Ja. Voilà, gaan we dat zo doen. Ga je wel mee? Dan nemen we dat mee. Dat heb ik je horen smaken. Tweek zo'n keer mee. Ja. Ik roep graag iedereen een keer even op het appel. Kom, 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 kom. Hey ho, hey ho, hey ho. Are you in uniform? Yes, you are in good uniform. Ja. We moeten gaan zwemmen. Yes. Waar is onze andere... Nino, kom. Kom aan. Hey, ik wil iedereen een keer in uniform zien. Oh, kom. Heeft de zwemleider al vast? Kom, papa. Hij stond aan papa. Jij ziet er ook al goed uit. Ideaal om een keer even in de sneeuw te rollen. Oei. De sneeuw is helemaal weg. Het is een groen tapijtje hier geworden voor ons. Gisteren en eergisteren, en wanneer we er aankwamen, was het hier nog een wit tapijtje. Maar het is allemaal weg. Ja. Het heeft een beetje geregend. Het is ook wat warmer geworden hier in Butgenbach. Dus ja, geen sneeuw meer. Hè. Maar we hebben er wel van kunnen genieten. Dus eigenlijk hebben we nu de twee gehad, hè. We hebben sneeuw gehad en hoe dat hier anders zonder sneeuw is. Dat is eigenlijk ook wel leuk. Jules is aan het vechten met de gordijnen. Ja. Ik denk dat het tijd wordt om nog even wat energie kwijt te geraken in het zwembad hier in het hotel. Het is echt ons laatste activiteit hier. Want wij moeten ook alweer de kamer verlaten. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Hè. Om 11 uur is het hier uitchecken. We hebben alles bij elkaar gesprokkeld van onze koffers. Ik heb ook al een deel in de auto geladen. Er zijn nou enkel nog de jassen die ik erin moest steken. En deze camera, want die nemen we niet mee naar het zwembad. We gaan nu verder met de GoPro. Er is momenteel niemand in het zwembad, dus we hebben het zwembad voor onze leeg. Ja! Ja! Waar ga je naartoe? Ik ga muur tellen. Regeltjes tellen, ja. Tellen, ja. Allee, tellen ze met mama. Ja. Ja. 1. Voilà, dat was ons verblijf. Ja, dat was een Butgenbacherhof. Ja, het zwemmen was ook nog tof. Het was rustig aangedaan. Een beetje genoten. We hebben heel erg lang ook eigenlijk alleen gelegen. Dat was ook fijn. Ja, dat was ons privé-wellness eigenlijk. Nu begon het weer wat drukker te worden. Ja, mensen begonnen weer in te checken en zo. En dan beginnen, dan mogen ze misschien nog niet naar de kamer. Mogen ze wel al gebruik maken van het zwembad. En omgekeerd, mochten de gasten die vandaag nog er waren ook wel gewoon zwemmen. Daar hebben wij dus van gebruik gemaakt. Ja. Nu gaan wij stiltjes aan terugrijden naar huis. Het is een lange rit, 2 uurtjes rijden. Ja. Dus we gaan die rit gewoon eventjes uitzetten. Hè. Ja, letterlijk en figuurlijk zitten. Ah ja, hè. Ja. En nu wordt er weer gegeten bij ons thuis. Ja. We zijn maar liefst 2,5 uur onderweg geweest. Er was plotseling file. Maar ja, dat weet je in België, als je onderweg gaat. Dan is er altijd wel ergens file. Het viel nog mee, maar ja, toch. 1,5 uur langer gereden.
Het was toch wel weer een rit. Onderschat dat toch eigenlijk ook wel. Hè. Dat had toch wel intensief rijden is. Allee, ik rijd met een auto zonder al te veel snufjes. En dan is het alle hens aan dek, is het concentratie. En zo 2,5 uur concentreerd zitten in de auto. Nou ja, dat is toch wel weer eventjes wat. Hè. Ik ben blij dat we terug thuis zijn. Julieke nu wat eten geven. Allee, ben eigenlijk niet blij. Ik had veel liever nog langer gebleven in Butgenbach, maar ben ook wel weer blij dat het weer allemaal goed is verlopen. En dat we een hele leuke trip hebben gehad. En dat we op iets heel leuks kunnen terugdenken. Het was heel erg aangenaam. Ik denk dat we rustig aan gaan doen. Koffers uitladen, alles terug op zijn plaats zetten. Zelf ook weer terug een beetje op adem komen. En dan zijn we morgen terug. Back to reality, terug vanuit ons dorpje hier in de Kempen in Lille. En dan gaan we weer aan de slag met ons koffie- en theehuisje. En als we er nog tijd over hebben, dan gaan we ook nog wat vloggen. Er zijn veel pakketjes om op te halen morgen. Misschien moeten we het daar. Ja, leuk normaal. Daar zit ook een heel leuk pakket tussen. Ja. En nou, wat pakket dacht je dan? We hebben gisteren besteld. Hè? Zijn hier voor beneden. Onder natuur. Gisteren besteld voor beneden. Hè? Ga mee met Kaya de Vee. Ik ben echt niet mee hoor. Ja. Ah ja, 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 ja. Zou dat morgen ook al aankomen? Ja. Amai, dat is snel. Ja, ja. Er zit nog een heel pakket, een leuk pakket tussen. Inderdaad, mooi. Maar morgen meer dus. Meer als 100 stukken. Meer als 100 stuks. Wat het precies is, dat zie je dus morgen, als het aankomt tenminste. Ja. Want ja, we kunnen weer dingen gaan beloven. Dat is weer in de handen van de pakketjesdiensten natuurlijk. Dan laten we dat zien. En sowieso ja, zitten er wel een pakketten die ik moet gaan halen. Dus daar kunnen we ook wel weer een stuk van in beeld brengen. Tot morgen!